Een espresso met Jules Manders. Jules, wat wil je drinken? Espresso, zwart. Espresso zonder melk of suiker. Wat zegt het over jou? Niet dingen onnodig complex maken, denk ik. Ja. Kun je eens uitleggen wat voor dingen jij nou allemaal doet als ondernemer? Wat voor verschillende activiteiten ben je mee bezig? We hebben natuurlijk Ballen, hè? Dat is een lifestyle fashion merk. En eigenlijk, zodra de professionele voetballer van het veld afstapt, begint de life of a baller. Dus daar begint zijn leven. En zijn leven, dat is eigenlijk ook het merk Ballen. Dus dat is mooie kleding, mooie horloges, mooie auto's, mooie vrouwen, mooie clubs, mooie huizen, mooie hotels, boten, vliegtuigen. Ben jij dat ook een beetje zo? Dat leven? Soms. Niet altijd. Maar kan jij überhaupt al voetballen? Ik ben aardig handig met een balletje, maar ik ben niet zo goed als Damien. Dat zou ik willen. Daar heb jij zo je mensen voor, begrijp ik. Ja, precies. Ja, laten we het zo zeggen. Kleding? Verder? Ja, 4-3 hebben we natuurlijk als bedrijf. 4-3 is een voetbalcommunity, zoals we het zelf noemen. We hebben op dit moment zo'n 33 miljoen volgers op al onze accounts samen. Hoe krijg je in hemelsnaam voor elkaar dat je zoveel volgers, zoveel gebruikers hebt eigenlijk? Op tijd beginnen, dus zien waar de markt naartoe beweegt. Dus we zijn denk ik heel erg, een van de goede dingen is als team ook besloten op tijd in te stappen in dat hele social media domein. En continu kritisch blijven op, zijn we nog wel op de goede manier bezig? Is dit waarom wij relevant zijn voor onze doelgroep? En dat iedere keer ter discussie stellen en steeds meer willen verfijnen. Is dat ook echt iets van jou? Ja. Ja? Ja. Ja. Was jij altijd zo? Ben je zo heel perfectionistisch? Als jij het uitlegt als perfectionistisch. Maar ik zie het zelf als eigenlijk altijd weer beter willen worden. Ook beter ten opzichte van jezelf. Dat heb ik wel altijd gehad. Je eigen tijd bijvoorbeeld met hardlopen willen verbeteren. Of tijdens voetbal of hockey. Ik heb veel hockey of tennis. Maar altijd weer ook beter willen worden dan je gisteren was. Ja. En ik denk dat hebben, die drive van altijd ten opzichte van jezelf beter willen worden. Of precies weten hoe iets zit. Dan wel gewoon de wedstrijd willen winnen. Ja, dat is wel echt drive. Dus ik vind meer willen winnen dan dat het perfectionisme is. Want ik vind heel vaak goed is goed genoeg. En dan gaan we morgen weer. Weet je, je kunt iedere dag weer beter worden. Ja. Want ik denk het streven naar perfectionisme, dat vertraagt heel erg. Als je het perfect wil doen, dan kom je heel vaak ook in van ja, maar wat is dan de beste keuze? Want als dit niet is, dan heb ik niet de perfect. Ja. Dan kom je niet verder. Dus je moet juist volgens mij heel vaak tevreden kunnen zijn met een minder optimale beslissing. Ik zeg heel vaak ook, iedere beslissing is de juiste beslissing. Want je moet verder. Als je maar doorgaat. Dus het is niet perfectionisme. Het is willen winnen. En ik geloof echt heel sterk in dat willen winnen is vooral ook doorgaan. Ja. Hoeveel mensen werken nu voor jou, voor jullie? 140. 140 mensen hebben jullie in dienst? Ja. 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 Voel je daar nou ook een soort van verantwoordelijk voor? Absoluut. Ja. Heel erg, ja. Hoe zwaar is dat? 140 mensen. Ik vond het zwaar. Ik vind het niet zwaar. Ik vind het wel een grote verantwoordelijkheid. Het begint vaak van zit je lekker in je vel. Dat heeft veel ook te maken met werk inhoudelijk. Of het klikt met de collega's, klikt met mij. Maar ook wat je meebrengt vanuit thuis. En die combinatie vind ik heel belangrijk. En als je dat probeert in de gaten te houden en op tijd op te sturen. Ja, dan krijg je een gezonde organisatie. Ja. Zit jij lekker in je vel? Ik zit lekker in mijn vel, ja. En dat zit je al jaren? Iedereen heeft zijn ups en downs in zijn leven, maar ik houd het wel altijd in de gaten. Elke avond weer in de spiegel aankijken van ben ik aan het doen wat ik leuk vind en wat zit me dan dwars en dat ook durven bespreken. En naarmate je wat ouder wordt, merk ik ook dat ik daar wat sterker in word. Ja. Dat je eerlijk dichter bij jezelf kunt blijven. Want heb je wel eens van die momenten gehad van, waar ben ik nu mee bezig of dit is wel heel taai? Of... Ik denk meer in de combinatie privéwerk. Ik denk dat. Gewoon heel hard willen gaan en dat je opnieuw moet zoeken naar een balans die work-life balance waar ze natuurlijk altijd over hebben, dat je die goed in de gaten houdt. Ja, want je hebt een gezin? Of je hebt, ik heb 5 kinderen, dus flink gezin. Een vrouw, kinderen bij dezelfde vrouw, dat vragen hoeveel mensen dan vaak. En het gezin zit goed in zijn vel. En met de oudste 16, de jongste is 5, dus daar zit van alles tussen. Dus dat is, dat is natuurlijk altijd, dat is ook aanpoten. Als je nou terugdenkt aan dat je toen je scholier was, of toen je student was, ben je nu bij waar je toen over droomde? Heel dichtbij, denk ik, ja.
ik heb echt altijd, ook tijdens mijn studententijd, met name ook al was ik al bezig met eigen bedrijfjes. Had ik uitzendbureaus en had ik promotieteams en liep ik inderdaad eigenlijk mensen te charteren om voor mij te flyeren of dat soort dingen. Ik was eigenlijk altijd wel bezig een beetje met het bedrijfsleven, het kleine bedrijfsleven. Maar ik wilde het liefst eigenlijk arts worden, maar ik ben 2 keer uitgeloot. Dus toen ging ik maar bedrijfskunde studeren. Ja, maar dat is een extreem iets heel anders. Ja, maar dat was ook een hele algemeen brede studie. Dus ik dacht van als ik dan, ik wilde eigenlijk arts worden en dan ga ik maar bedrijfskunde studeren en dan kan ik daarna nog zien wat ik wil. Maar arts kan je dan niet worden? Arts kan je niet meer worden. Nee. Maar ja, ik was ook uitgeloot. Ik vond het een heel stom systeem. Heb je er iets gevonden in die bedrijfskunde wat je kan vergelijken met de arts zijn? Mijn vader is huisarts, dus daar komt het wel een beetje vandaan. Maar ik denk vooral dat heel veel met mensen werken. Ik denk dat echt een grote gemeenschappelijke deler is van arts zijn en een bedrijf aansturen.